En deze is de vraagprijs? Bijna 4 miljoen euro. Ik zie daar een sonarhiel. Ja, we hebben hier dus 82 parkeerplaatsen. En de prijzen beginnen bij 100.000 euro tot 175.000 euro per plek. Nou mensen, welkom weer bij een nieuwe pure luxe video. Wij rijden door mijn eigen Amsterdam en wel mijn bekende stadsdeel Oud-Zuid. Daar gaan we ook een house tour doen bij een net opgeleverd appartementencomplex De Hoog met CH.end. En dat is vlakbij het Museumplein, vlakbij de Pijp en vlakbij het centrum. En hoe mooi komen we aanrijden in een British Racing Green Bentley Continental GT V8. Die natuurlijk vandaan komt bij onze vrienden Bram van DNA Cars in Naarden. En ja, ik kan me geen mooiere entree wensen. We gaan hier alvast even naar binnen toe, Kees. En dan heb ik natuurlijk uiteraard de blazers aanstaan in mijn rug. Want het is zo warm, anders krijg ik natuurlijk een bezweet ruggetje. Dat willen we niet. Nou, we gaan twee appartementen zien. We gaan het complex van buiten filmen. Boven naar beneden, de drone gooien we er even in. We laten natuurlijk ook nog even uitgebreid de auto zien. Het is natuurlijk hier heerlijk mondain. En naar het appartementencomplex waar we naartoe gaan, dat is pas echt mondain. Komt u mee, want de makelaar staat ons op te wachten. Nou, we zijn nu een beetje in de buurt aan het komen, mensen, van de Pieter de Hoogstraat. En Jill Heulen van Heulenmakelaars, een van de bekendere kantoren hier uit Amsterdam, die staat ons op te wachten, zodat we gemeenschappelijk naar binnen kunnen rijden met hem. En volgens mij heeft hij ook net een nieuwe auto gekocht. Met behoorlijk wat pk's, want Jill die houdt er ook van. Nou, hier heb je het complex al. Dan gaan we even draaien. Kijk, en daar staat Kees, daar staat de auto al van Jill. Dat is een nieuwe BMW M3. En dan gaan we achteraan. Kijk, het hek is er lopen. Kijk, en nu Kees, kan je het mooi filmen, want nu wordt het donker. En nu heb je hem helemaal te pakken. De hekjes gaan open, mensen. Nou, we zijn dus nu naar binnen gereden. Je hebt de min 1 en de min 2. Hier zijn dus diverse plekken nog te koop. Ik moet eigenlijk even weer mijn zonnebril afdoen, maar dat gaan we zo direct doen. Nou, daar gaan we naar onze parkeerplek. Dan parkeren we de auto's even. En dan kan Jill alvast even uitleggen hoe dat gaat met de parkeerplekken, hoeveel nog beschikbaar zijn en vooral mensen wat ze kosten. Dan zijn we alweer beland in de min 2. Ik doe even mijn normale bril op, want anders zie ik niks. Natuurlijk begroeten we eerst onze amies Jill Heulen nogmaals van de Heulenmakelaars. Floris, goedemorgen. We hebben elkaar eigenlijk niet eerder in een film gezien, maar wel met jouw collega Jerry. Ja. Hebben we eigenlijk onze eerste pure luxe viral video gemaakt op de Sophialaan 31 nog. Ja, met een mooi zwembad. Die is toen ook wel goed verkocht daarna ook. Jill, heb je er wat aan gehad? Ja, dat is leuk. Ja, je hebt zelf ook wat pk'tjes onder de billen genomen vandaag. Ja. Een vrij nieuwe M3. Is dat een clubsport of weet ik weer? Zo'n competition? Het is de competition X-Drive. Dus okay. Ja, dan kom ik snel op de afspraken waar ik moet zijn. Wat vind je hiervan, zo'n Bentley? Smaakvol. Heel mooi. Past wel een beetje bij het complex. Ja. Kees, kijk, er staat daar nog een Bentley. Heb je nog een mooie Aston Martin? We zullen de kentekens netjes blurren. Ik zie je op de zijkant van dat zwarte doek DBS staan. Dus dat is natuurlijk een Aston Martin. Aston Martin, ja. En Ferrari, die andere lijkt een beetje op een 812. Heb je dat idee niet? Ja. Oké, joh. De garage is dus Lamborghini-proof, hoor ik. Ja, we hebben hem hier getest oftewel de supersportauto's er ook in kunnen. Ja. Want ja, als je zo'n mooi appartement koopt, heb je ook een mooie auto. Wil je wel naar beneden kunnen. Dus met de test kwamen we er niet in. En toen is hij aangepast om te zorgen dat alle mooie auto's, lage auto's erin kunnen. En sindsdien staan er ook inderdaad een paar. Ja. Zeg, de prijzen van de parkeergarage, dus de plekken eigenlijk, zitten niet bij de appartementen. We gaan er vandaag twee bekijken. Ja. Die zitten er niet bij. Variëren die een beetje in prijzen? Ja, we hebben hier dus 82 parkeerplaatsen. En de prijzen beginnen bij 100.000 euro tot 175.000 euro per plek. Ja, dus en er zijn er nog 14 beschikbaar. Nog 14 beschikbaar. Maar er zijn 28 appartementen. Ja. En hoeveel parkeerplekken? 82. Okay, dus bijna even afgerond 3 per huis zou kunnen, of per appartement. Ja. Oké, dus nog, er zijn er nog beschikbaar, dus dan kunnen ze ook voor bij jou zijn, Heulenmakelaars in Amsterdam. Nou, dan zullen we gelijk
langzaam onze weg leuk, omhoog ja, ik ga je doen. Graag een rondje laten zien. Dat we eigenlijk even beginnen bij de receptie waar we naar binnen lopen. Ja. En daarna gaan we twee appartementen kijken op welke etage, Gilles? Ja, op de eerste etage en op de derde etage hebben we er nog. Dat zijn de laatste twee van de 28 appartementen die beschikbaar zijn. Oké. Ja. Nou, we staan inmiddels voor het gebouw. 7 etages was het? Ja, 7 verdiepingen plus 2 ondergrondse parkeerlagen. Ja. Ja, mooie ronding in het gebouw. Het is een architect, MVSA-architect Roberto Meijer heeft het ontworpen. Ja. Dat is wel even een bekende, ook van de ING-schoen bijvoorbeeld aan de A10. Ja, zeker. Ja, zo'n beetje daar om die hoek. Ja, klopt. Waar zijn we hier nou precies? Nou, dit is echt een beetje tussen Zuid en Centrum wat dat betreft. Direct hierachter is het Museumplein, het Rijksmuseum en het Concertgebouw. Ja. Aan de andere kant van het gebouw kijken we uit op de Pijp. Ja. En eigenlijk 200 meter naar links begint het centrum. Ja. Dus wat dat betreft zitten we echt gewoon in een hele goede locatie. Dit is het aan de voorkant en dan kunnen we zo via beneden... Ja, ik ga de lobby laten zien. De lobby laten zien, want daar is dus onder andere een concierge service. Ja, dat is eigenlijk een butler service hebben we hier. Ja. Dus er worden pakketjes aangenomen hier. Ze bestellen een taxi voor je, kunnen de schoonmaak regelen van je appartement of hondenuitlaatservice ontvangen. Zo. Zo, welkom Floris in de... De Hoog. De Hoog. Hoog plafond ook, hè, meteen. Ja. Hier is de lobby. Ja. En daar zit de conciërge die de butler service verzorgt. Heerlijk. Vanaf hier gaan wij het appartement bekijken. Oké. We beginnen met een appartement wat leeg is, hè? Ja, dat is de eerste verdieping gaan we kijken. Ja, oké. Ik laat je eerst verdieping 1 zien. Ja. Een appartement van 294 vierkante meter. Bijna 300, dat is niet verkeerd. Ja. Dit zijn de grootste appartementen, ja. Want het begint hier eigenlijk bij 214 meter. Ja. We straks zien tot een kleine 300 meter. En deze is de vraagprijs? Bijna 4 miljoen euro. Bijna 4 miljoen euro? 4 miljoen euro zonder parkeerplaats, ja. Heb je wel 300 meter? Ja. Maar nog geen parkeerplaats? Maar wel? Dan ben ik kwijt hoe deze gracht heet. Dit is de Hobbemakade. Hobbemakade, ja. En eigenlijk kijk hier uit op de stallen van Heineken. Dit is dus een Kolenik keuken? Ja, een Kolenik keuken met kwartziet blad. Ja, riant. Ja, je moet het gewoon ingericht zien met een borreltje en een gezelligheidje. Ja. Ja, de ochtendzon aan deze kant, grote ramen. Dit kan allemaal open? Ja, het is goed geïsoleerd allemaal. Het is energielabel A, het is een nieuwbouw. Ja. Overigens zijn ze hier in 2019 begonnen met de bouw. Ja. En is het pas net in 2023 opgeleverd. Ja. Het heeft best even geduurd, ik heb het wel gevolgd. Ja. Ja, vooral zo'n kelderbak voor de parkeergarage is arbeidsintensief. Gedoe geweest. Ja. Ja. Maar het is af en hier hebben we al een haard, dus dat is al besloten voor de mensen die hem willen kopen. Ja. Daarboven komt een tv. Ik denk als je heel lief aankijkt die nog cadeau krijgt als je nu 4 miljoen euro aftikt. Dat zou geen probleem zijn, ja. Een balkonnetje zie ik hier en daar mensen kwamen we net aan, Kees. Dat is de ingang weer, de wachtruimte daar en de entree. En daar heb je weer het Museumplein. Ja, het Museumplein. Ja, hier hebben we een balkon. Ja, we kunnen er even oplopen natuurlijk. Kan je nog iets zeggen over die afwerking? Want ik zie overal een soort gestapelde stenen. Ja, een beetje Japanse stenen zijn dat, ja. Ja, en we hebben hier overal zit er ook zonwering in. Ja. De beplanting is aangelegd en daar zit ook een irrigatiesysteem in. Ja, dit hier is een soort schuifdeurtje. Hier heb je een soort eerste... Ja, de master suite noem het maar. Ja. Slaapkamer met de badkamer ernaast en hele ruime inloopkasten. Allemaal keurig afgewerkt. Ja. Inbouwspot op een mooie manier gedaan. Is het daar komen ze eruit, is dat? Nee, dat zijn alle apart soort lampjes. Dat zijn, er zit ook een Domotica systeem in. We hebben hier vloerkoeling en vloerverwarming. Het is allemaal heel modern. Ja. Top. Nou, hebben we dan voor mij nog een ruimte. Ik zal even nog de overige twee slaapkamers laten zien. Allebei met een eigen badkamer. Ja, want net gingen we hier naar binnen gelijk naar links. Maar er is gewoon nog mensen hier. En is hier nog rechts. Ik ga even voor langs, Kees. Veel kastruimte weer hier. Weer ingebouwde kastruimte. Prachtige badkamer. Die doorloopt in een slaapkamer aan de waterzijde. Zo, dit is dan niet de master? Ja, dat weet ik. Nee, dit is de tweede slaapkamer eigenlijk. Ja, dit is eigenlijk de VIP, zou ik maar zeggen. Ja. Het is wel leuk als je spoor wakker wordt en je vrouw ziet douchen daar. Hè? Dat is die kleine, dat is prachtig. Ja, zeker. Ja. Kun je het even goed nemen, lekker met de onderliggende beelden. Ja. Dat is, als je even wakker wil worden, dan moet je eigenlijk om het hoekje lopen. Met je vrouw erbij is natuurlijk, of man, hè. Gelieve u wilt. Ja. Sorry, jij zei nog iets hierover? Of? Nou ja, kijk, hier heb je ook de doorkijk. Het gebouw steekt wat uit namelijk. Dus ook hier kijken we weer over de Hobbemakade.
naar de gracht. Eigenlijk een soort erker, een moderne erker. Dat is een hele riante erker zo. Ja. Kijk, een mooi rond stoeltje. Draaien, je boek. Borrelsje erbij. Ja, ik denk altijd wel aan die borrels, dat is verschrikkelijk eigenlijk. Ja, okay. Is nog te vroeg nu. Ja, zeker weten. Nou, dus dit is de tweede dan slaapkamer. Dan hebben we nog een slaapkamer. Kees, het is een doolhof, maar wel een doolhof met ruimte en een goed bedoeld doolhof. Kijk, hier nog even de motorkamer met alle gebouwfuncties en alle toestanden. Technische ruimtes, toiletten hier aan de garderobe. Wat mooi is hebben. Oh kijk, het licht doet het wel. Ja, oh ja, hij is toch aangegaan, ja. Dit is de derde slaapkamer of een werkkamer. Ja. Oké, dus dat is interessant. Drie slaapkamers of een werkkamer, drie aparte kamers. Ja, ja. En iedere ruimte heeft een eigen... Drie slaapkamers, drie badkamers. Badkamer. Nou, dan moet Kees maar even met onderliggend beeld er even naar binnen wandelen. Dan ben ik heel benieuwd naar een ingericht appartement. Nou, die heb ik ook. Op de derde verdieping. Derde verdieping. En die is ietsje goedkoper of ietsje duurder? Ja, die is wat kleiner. Die is 3.495.000 euro. En is die inrichting er eventueel bij te kopen? Jazeker. Ja. Is terecht. Ja, ik laat het je zien. Komt u naar nummer drie. Nou Floris, we zijn op de derde verdieping. Met de lift mensen, dan weten we dat gelijk. Ja, het appartementencomplex heeft twee liftpartijen. Ja, dus voor als je wat ouder of bent of wat slechter been bent, kun je altijd zonder problemen je appartement. We zijn natuurlijk niet allemaal zo jong als wij natuurlijk, Giel, dat weet je. Nee, dat klopt. We zijn nu in 214 vierkante meter. Ja, 214 meter, 3,5 miljoen euro. Dat is ruim 16.000 euro de meter. Dat zijn prijzen, maar dat nieuwe Valerius in Zuid is volgens mij bijna 20. Is zeker, we hebben ook appartementen tot 20.000 euro de meter in Zuid. Ja. De hoogste prijzen worden in Zuid gereduceerd. Ja. Ja. Maar ja, het is nog eenmaal een high-end complex, mensen. Ja. Het is gewoon het summum van wat er is. Ik zie daar een barretje, maar dat hoort bij het hotel. Ja, hiernaast zit een hotel, dus daar moet je naar die kant. Maar er zijn natuurlijk genoeg restaurants en barretjes hier in de buurt. Ja, maar als je nog gasten hebt, kan je ze ook daar. En je ziet meteen ook hier wat belangrijk is. Hier hebben we een groot terras. Ja. Zo zit hij en dan gaat hij zo, kijk eens aan. Ja. Op het zuiden, dus dat is natuurlijk heerlijk. En vanaf alle kanten hebben we daar de ramen ook naartoe. Ja. Pakken we eerst deze slaapkamer, kunnen we daarna de breedte van het hele appartement pakken. Kees staat al binnen, dus als jij hem ervoor gaat. De grote slaapkamer, eventueel kan bed ook meteen worden overgenomen, dan kan je meteen verhuizen. Ik zou wel een Hastings bed willen denk ik als ik hier ga wonen. Maar ook vanaf hier kan je het balkon betreden, zie ik alweer kasten. Ik zie daar een sauna, Jill. Ja. Niet dat we er vandaag in moeten, want het is goed warm al. Het is warm zat. Nee, het is een hele moderne badkamer hier. Ik denk dat er nog nooit iemand in geweest is, maar dat is logisch. Nee, alles is nieuw. Ja. Hier zitten dus nog een keer mensen de badkamer met licht. Een beetje in dezelfde stijl als nummer op de eerste etage. Ja, het is dezelfde badkamer. Lichtbad, toilet, douche. Het zit er allemaal in. Kees kan het nog mooi nemen met de onderliggende beelden, zei ik al maar weer. Koperafwerking, is dat voor kleur dit? Ja. Koper, ja. Messingachtige kleuren. Nou, dan gaan we naar de... Nog even terug naar de zitkamer, de keuken. Ja, ook hier weer de Kolenek. Ja, het is weer de Kolenek Studio heeft hier ook dit appartement ontworpen. Ja. Dat is met inbouwverlichting, inbouwboxen. Kwartziet aanrechtblad. Ja. Alle apparatuur. Wijnklimaatkast hier. Vriezers, ijskasten, alles Gaggenau. Stoommachines, ook Gaggenau. Kijk, dat is ook gelijk een beetje goed. Daar ontbreekt hier wel een blad, Jill, zie ik. Volgens mij heb je Luxe Magazine ben je vergeten vandaag. Nee, maar het nieuwste wilde ik hebben alleen. Ik heb de oude had ik niet. Ik wilde die komt 29 juni uit, dus dat komt goed. Dat is bijna, dus hartstikke leuk. Ja. Nou, je hebt hier de, zeg het maar, Jill. Ja, grote woonkamer. En ook hier natuurlijk uitzicht naar de Hobbema. Ja, het is eigenlijk de Hobbema kade. En het water heet de Boerenwetering. Kijk, de Boerenwetering. Dat had ik natuurlijk moeten weten als Amsterdammer. De boeren. Wij wel geïmporteerde Amsterdammer natuurlijk. Ja, het is natuurlijk. Kijk, hier heb je natuurlijk heerlijk. Steeds wat hoger. Ja. En je bootje voor de deur leggen, is dat nog mogelijk? Want ik zie daar moet je dus een vergunning voor aanvragen. Anders wil iedereen dat. En die dat is doen. Niet eens zo duur. Als je hem eenmaal hebt, is hij maar 120 euro per jaar. Dus dat valt heel erg mee. Ja, ja. 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 Dit is ook een hele ruime woonkamer zo. Ja. Ik vind deze wat ruimer aandoend dan het compartiment dat groter eigenlijk is. Het komt ook door de meubels. Hè. Dus het is ingericht door Minotti. Ja. Dus dat kan eventueel ook overgenomen worden. Worden. Weer een mooie coalfire haard. Ja. De televisie kan daar weer gebeuren boven de haard ook. Ja. Het is natuurlijk heerlijk ruim. Ja. Wat je al zegt, heel veel mensen nemen het erbij. Dus eigenlijk als pied-à-terre. Dat is een flink pied-à-terre aan de prijs. Maar er is ook geld in de wereld. Genoeg geld. Ja. Wat hebben we hier rechts? Dat is een soort pantry-achtig met een borreltje. Een soort bar. Ja. Opslag. Inbouwkasten nog. Dat is echt overal. Met verlichting erin. Ja.
Ja, ze hoeft echt alleen je meubels maar erbij te... En als je wil, dan kunnen ze blijven. Ja. Eettafel, mensen. De verlichting zit allemaal. Ja. Hier allemaal is de tweede slaapkamer met een schuifdeur af te sluiten. Ja. We hebben al voorzien van kastenwand. Ja, de kasten zijn in alle appartementen goed aanwezig. Ja, ja. Ja, is ook leuk. En ook even voor dat vorige appartement en deze. Het is eigenlijk gewoon helemaal geluids. Je hoort niks, hè? Nee, kijk, als we nu open doen, dan zal je de straat horen. Maar het is een energielabel A ook. Oké. Het is volledig geïsoleerd. Ja. Zouden de toekomstige bewoners dat heel interessant vinden of het A of B is? Toch steeds meer mensen vinden dat heel prettig om te weten. Ja. 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 Oké, mensen, ja. Hier is dan nog een tweede badkamer ook. Nou, Kees, we duiken nog even de badkamer in. Hier is denk ik alleen een douche. Ja, douchetoilet. Hartstikke mooi, allemaal keurig. Ja, die vloer vind ik op zich ook mooi. Het is een beetje een... Het is een gietvloer. Zo'n gietvloer, ja. Een beige of taupe gietvloer, ja. Nou, Jill, hebben we nu het in beeld in grove lijnen? Ik denk het wel. Dan gaan we nog even kijken of Kees de drone omhoog durft te doen. Ja. Dan rijden we nog een klein rondje er zuid, maar dat plakken we ervoor. Dus u snapt de grap alweer. Dan wil ik je ontzettend bedanken. Leuk dat je er was. Ik wil eigenlijk zeggen, hopelijk sneller dan de vorige keer dat we weer iets doen. Ja. Mag ook een keer een mooie villa zijn natuurlijk met een tuin of een zwembad. En zouden jullie nog wat specifiek willen zien? Een villa, een appartement, in Nederland, in Ibiza? Laat het even weten in de comments. En vond je het nou een leuke video? Doe dan even je duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op het prachtige Pure Luxe kanaal. En tot de volgende keer.